Hey jongens, yo. We zijn weer in Schalkwijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik begin Schalkwijk eigenlijk steeds meer te waarderen. Ik kwam uit de Bloemendaal. En er was wel heel verschil met Schalkwijk. Bloemendaal, een beetje groene natuur en zo. Hè. En het goede leven. Natuurlijk de villa's en het strand en de zee. En nu in Schalkwijk woon ik nu 1,5 jaar. En ik moet zeggen, het bevalt me enorm. Het is hier gewoon helemaal top. Ik geniet elke dag van mijn ritje naar mijn werk. En je hebt een Aldi, Albert Heijn, McDonald's. Je hebt twee hele leuke Turkse zaken. Je hebt ook dat water, hoe heet het nou? Ik kom even niet op de naam. Hoe heet het nou ook alweer? Ik wil bijna aan een local hier vragen. Aan iemand gewoon die hier nu voorbij loopt. Hoe heet dat water nou ook weer? Maar ik kom er even niet uit. Nee, in ieder geval zoek het eens een keer op. Meertje in Schalkwijk. En het is echt. Het is hier echt top. Ik val me hier wel. Het is ook 10 minuten van de stad af, van het centrum van Haarlem. Dus Schalkwijk jongens. Schalkwijk is the place to be. Dus zeker mocht je een keer het allemaal in het centrum te duur worden of in Haarlem Noord. En dan krijg je een woning aangeboden in Schalkwijk. Ik zou hem zeker eventjes bekijken of het kans geven. Schalkwijk is niet meer het Schalkwijk van 20 of 15 jaar geleden toen ik hier op school zat. Het is echt een hele leuke wijk geworden. Dus zeker een keer checken. Oké, jongens, lang leven Schalkwijk, hè? Oké, ciao!